In tegenstelling tot wat andere media beweren, zit er niemand vast in de drive-by shootingzaak, waarbij zondag de 49-jarige Nederlander Dennis Groenveld en de 18-jarige Surinaamse Kadis Haprika werden doodgeschoten. Na de schietpartij in Suriname werden twee personen opgebracht voor verhoor, maar die zijn gisterochtend reeds heengezonden. Dat melden bronnen bij de politie vandaag aan Waterkant.